actie? Poeh, het mooiste overkomt je. Schrijven. Schrijven. Ik vind namelijk als ik iets bedenk, als ik een mooie quote bedenk of een leuke grap, dan is het schrijven het leukst. Want dan ken ik de grap zelf nog niet. Zeker lunch. Ik ben vaak te laat voor ontbijt. En lunchen doe je vaak met andere mensen. Dus dat vind ik altijd leuk. Strand. Uiteindelijk gaat er niks boven zelf lachen, denk ik. Absoluut zelfspot. Zelfspot relativeert. En de wereld zou er veel beter uitzien als we onszelf allemaal niet zo serieus zouden nemen. Ja, dan zou ik zeker oudejaarsconferentie zeggen. Poeh. Geluk of liefde. Ja, het hangt wel heel erg met elkaar samen, toch? Liefde is ook geluk en geluk is ook liefde. Pas. Absoluut na een optreden, want na een optreden merk ik altijd dat het mensen geraakt heeft of dat wat het doet met mensen in de zaal. En dat vind ik altijd leuk om te merken. Maar ikzelf ben meestal net te laat. Of veel te laat. Ik denk dat de samenleving nu wel vraagt om tweedehands. In de tijd van duurzaamheid en recycling. Dus gaan we gewoon voor tweedehands. Groente. Want in fruit schijnt nog best wel wat suiker te zitten. Dus groente. Dan kies ik toch voor gelukkig. Mensen kennen mij wel van grappig, maar ik vind het interessanter om gelukkig te zijn. Geluk of geld, voor mij absoluut geluk. Heel veel mensen zouden geld nog bovenaan zetten, maar ik zou ze graag uitleggen wanneer geld wel gelukkig maakt en wanneer niet. Absoluut club. Als je gaat stappen, dan helemaal. En een kroeg, ja, dat doe je elke week een beetje of zo. Denken of lachen. Je zou bijna de vraag moeten stellen, nooit meer denken of nooit meer lachen? Ik denk dat ik liever denk dan lach. Deze is ook moeilijk. En weet je waarom? Omdat ik 15 jaar geleden alleen maar zo snel mogelijk wilde zijn op het podium en veel energie uit wilde stralen. En dat mensen tijdens zo'n theatercollege tegen mij zeggen, je bent echt de koning van de stilte. En omdat je af en toe vertraagt, komt je boodschap zo mooi aan. Dus eigenlijk die versnelling en die vertraging, dat maakt een goed college. Dat is een hele goeie. Ik ben heel goed in het schrijven in cafeetjes en in omgevingen waar veel gebeurt. Want juist dan sluit ik me af en zit ik in mijn eigen bubbel. En als ik thuis ben, in stilte, dan moet ik altijd nog eventjes thee zetten of een wasje eruit halen. Dan ben ik altijd bezig met dingen in het huis. Dus misschien kan ik me het beste concentreren met veel mensen eromheen. Moet ik ook heel flauw zeggen, allebei. Want ik kan in Amsterdam heel erg anoniem rondlopen en vind ik heel erg fijn. Maar ik vind het ook heerlijk om ergens wakker te worden waar ik vogeltjes hoor en waar je de tuindeuren open kunt slaan en waar veel rust is. Daar heb ik laatst iets heel interessants over gehoord. Als je productief bent, kun je niet creatief zijn. Dus juist als je even niks doet, dan komen er ineens ideeën in je hoofd en anders komen er alleen maar dingen uit je handen. Dus daarom heb je onder de douche of op het toilet de beste ideeën.